Ik wil niet dat je met vreemden over mij praat. Nou, waar heb je het nou over? Ja, waar heb ik het over? Over dat je met Alice over hebt dat ik me hier soms eenzaam voel. Schat, wat maakt dat nou uit? Alles. Praat er met mij over, niet met haar. Dagelijks gewoon een leuk mens. Leuke buurvrouw. Dan ga je niet eens een keer bij de langs. Gewoon een afspraakje maken, gezellig, met z'n tweeën. Schatje, heb je wat aanspraak? He? Je hoeft ook niet zo vaak je moeder te bellen. Ik ben niet dat zielige vrouwtje. Dat is onzin. Ga nou een keer met hem mee naar die EHBO-cursus. Ja, dat is leuk voor Priscilla, dat is leuk voor Clara. Kunnen ze gezellig met elkaar spelen. Ja, kan jij ook fijn spelen. Wat zul je nou? Met Annelies kan je dan fijn spelen, EHBO'tje, stabiele zijligging even uitproberen. Ja, ik ben gewoon jaloers. Jaloers? Schat, ik hou alleen maar van jou. Dan ben je toch een gek mens? Ja, ik ben misschien gek, maar ik ben niet achterlijk. Heb je lippenstift op? Had je die gezien, hè? Oh, nee. Mama, mama. Ja, nou, wacht. Nee, niks. Jij wachten. Is lekker, die lippenstift. Hè? Even de stabiele zijligging, hè? Mama, mama, ik heb gedroomd. Even kijken. Oh, deze gaan we doen. Die mooie, lieve kleine. Hoe heet deze nou? Priscilla. Ja, Priscilla. Ja, dat is leuk. Daar ga je, Priscilla. Oeh, die maakt een plons. Die maakt een plons, hè? Oh, deze lijkt een beetje op. Mama. Ja, heel sierlijk. Kom maar, mama. Kijk. Dag, mama. Mama. Oh, ja. Laat ze goed zwemmen. Oh, deze. Die is een beetje ouder. Ho, niet. Kom maar. Zijn er twee? Zo. Die lijkt op... Oma. Oma. Wie heet oma? Dag. Tot volgende week. Nee. Oh, deze heeft een beetje pijn aan zijn rug. Opa. Ja. Oh. Zo, dat is een lekker. Vet, hè? Echt wel. Ik zal even mijn engel houden. Jongens, gaan jullie ergens anders spelen? Oh, kijk, deze heeft een hele dikke buik. Kom maar met je dikke buik. Kom maar. Kom maar. Oh, dat zijn er twee. Tweeling. Oh. Ja. Papa. Papa. Ja. Oh, kan jij ook zo zwemmen, Ger? Ja. Hallo. Hallo. Deze is net jouw vriendinnetje. Klaartje. Klaartje, kom maar, Klaartje. Ga ook maar zwemmen. En Klaartje heeft een heel mooi cadeautje meegenomen. Ik Klaar? Hoor je dat? Aan Priscilla geven, heel voorzichtig. Oh. Kijk eens. Wat een groot cadeau, Priscilla. Mama, oma uitpakken. Wat zou dat nou zijn? Ik zie iets roods. Oh, kabouter. Ze is gek op kabouters. Oh. Ja, dat vertelde ik helemaal. Oh, dat is Paulus de Boskabouter, hè? Zo. Even zo niet zetten. Paulus de Boskabouter. Zo. Ja, nou zeg maar dankjewel. Dankjewel. Zo. Nou, open wat tegen de glas. Ja. Kom maar aan, ja? Nee. Alsjeblieft, mama. Ga liever maar. Lia, hebben we nou niks vergeten? Oh, daar heb je haar weer. Nee, volgens mij niet. Nou, ik ga maar voorin. Dan kan Priscilla ook bij opa zitten, hè? Zal ja. Het er even. Dag, Gert. Dag. Nou, misschien tot volgende week. Ja, hè? Misschien, ja. Zo. Dag, Gert. Dag. Zeg, ik ga volgende week wel jou toe, hoor. Ach. Hebben jullie een weekend vrij? Kom maar. Zo, gaat opa daar. Zo. Zo. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Clara. Oh. Priscilla moet oma en opa naar de bus brengen. Want die hoeft toch niet mee? Wil jij bij Clara spelen? Ja. Ja? Nee, een ander keertje. We moeten echt opschieten, anders komen we te laat. Wat nou, dat is toch gewoon leuk? Heeft ze een vriendinnetje. Wat nou? Vriendinnetje. Ja, ik hoor je wel. Maar waarom? Oh, dan kan je haar even wegbrengen. Dan kan jij ook even met je vriendinnetje spelen. Is dat het? Dat kind dan gaat bij Clara spelen. Hou nou eens een keer op met dat jaloerse gedoe. Oh. Dat is gewoon ziekelijk. Vind je dat? Ik wil het er niet meer over hebben. Punt uit. Dat kind gaat daar spelen. Even opa en oma een kusje, Priscil. Dag, kleine. Oma een kusje. Nou, Priscil, ga je nou niet mee? Nee. Dag, tot de volgende keer. Dat is een dikke berg, hé. Maken jullie nog veel dikker?
Gaat mama even wat dingen doen. Blijf jullie lekker spelen. Oh, ik ga naar de vis kijken. Ja. Mag ik 2 buskaarten dan? Ja. 11,50. Is er iets? Bent zo stil? Is het om Ger? Gaat niet goed tussen jullie? Ger wil gewoon altijd zijn zin doordrijven. Is het om die buurvrouw? Nou, die buurvrouw is zo'n aanstellerig, zo opdringerig type. Oh, nou, ik vond nog een aardig vrouwtje. Kom je? Heb je pa weer? Dus jullie komen niet volgend weekend? Dat weten we toch zo zeker niet, schat. Pa moet toch nog een hekje timmeren, hè? Ja, maar ik ga de volgende week wel biljarten, hoor. Nou, dag meid. Pa. En nog bedankt, hè? Dat schat. Wat is er nou toch? Ik weet gewoon niet of ik het hier wel uithoud. Lief. Tuurlijk hou jij het uit met zo'n lieve man en zo'n lief kind. Oké, drijf hem naar hem toe. Oké, hier. Pak hem, hey, pak hem dan. Hey, pak hem dan. Je mag, we hadden hem bijna. Daar gaat hij. Nee. Nee. Hier, pak hem. Je mag. Hé, hey, daar komt hij nog. De kabouter is in het water gevallen. Ik ga mama halen. Five to 9 dB, 25 meters above sea level. The mother-in-law is gone, the wife is angry, but the X-ray Yankee Sulu feels good. It's out there, 20, 21 degrees, then it rains, then the sun comes up, but just like life, it goes up and it goes down. Can we not fish that? Yeah. Oh. Schiet nou op, man. Slomen. Mama is hier. Hé, hey June. Ze heeft nou een leuk vriendinnetje, joh. Nee, die niet heeft zo lang niet meer. Nee, uit Delft. Mama, mama, de kabouter is in het water gevallen. Oh, ze zegt dat de kabouter in het water is gevallen. Hé, hey, kom eens bij je vriendinnetje. Mama, kom nou. Priscilla nou? Mama, de kabouter is in haar. Ja, die had mama er wel even. De 5-jarige Priscilla is niet meer bij bewustzijn geweest. Alle hulp kwam te laat. Ger en Ria zullen elkaar van alles verwijten. Ria heeft koste wat kost haar zin doorgezet
om die grote en diepe vijver hier te krijgen. En dat is altijd gevaarlijk met kleine kinderen in de buurt. Ger had niet zo moeten aandringen op het spelen met het buurmeisje, terwijl hij meteen weer wegdook achter zijn zendapparatuur. De buurvrouw had de kinderen natuurlijk nooit alleen mogen laten spelen. En opa had er een hek omheen moeten zetten. Het zijn allemaal verwijten waarmee ze hun dochtertje niet terugkrijgen. Sinds het ongeluk maken Ger en Ria geen gebruik meer van hun tuin. Dinnetje. Klaartje. Klaartje, kom maar Klaartje, ga ook maar zwemmen. En Klaartje heeft een heel mooi cadeautje meegenomen. Ik Klaar? Hoor je dat? Aan Priscilla geven, heel voorzichtig. Oh. Kijk eens. Wat een groot cadeau, Priscilla. Mama, oma uitpakken. Wat zou dat nou zijn? Ik zie iets roods. Oh, kabouters. Ze is gek op kabouters. Ja, dat vertelde ik hem al. Oh, dat is Paulus de Boskabouter, hè? Zo. Even zo niet zitten. Paulus de Boskabouter. Zo. Ja, nou zeg maar dankjewel. Dankjewel. Zo. Nou, opa, wat trek je nog waar? Ja. Ik wil mijn aaien. Nee. Alsjeblieft, mama. Ga liever maken. Niks vergeten. Oh, dan heb je haar weer. Nee, volgens mij niet. Nou, ik ga me voorin. Dan kan Priscilla of mijn opa zitten. Hè? Zal ja. Het er even. Dag, Ger. Dag. Nou, misschien tot volgende week. Ja, hè? Misschien, ja. Zo. Dag, Ger. Dag. Zeg, ik ga volgende week biljart hoor. Ach. Hebben jullie een weekend vrij? Kom maar. Zo, het opa daar. Zo. Zo. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Clara. Mag Priscilla bij je spelen? Oh. Priscilla moet oma en opa naar de bus brengen. Want die hoeft dan niet mee. Wil jij bij Clara spelen? Ja. Ja. Nee, een ander keertje. We moeten echt opschieten, anders komen we te laat. Wat nou, dat is toch gewoon leuk. Heeft ze een vriendinnetje. Wat nou? Vriendinnetje. Ja, ik hoor je wel. Maar waarom? Oh, dan kan je er even wegbrengen. Dan kan je ook even met je vriendinnetje spelen. Is dat het? Dat kind dan gaat bij Clara spelen. Hou nou eens een keer op met dat jaloerse gedoe. Oh. Dat is gewoon ziekelijk. Vind je dat? Ik wil het er niet meer over hebben. Punt uit. Dat kind gaat daar spelen. Achter. Even opa en oma een kusje, Priscil. Dag, kleine. Oma een kusje. Nou, Priscil, ga je nou niet mee? Nee. Dag, tot de volgende keer. Ja, dat is een dikke berg, hé. Maken jullie nog veel dikker? Ja. Gaat mama even wat dingen doen. Blijven jullie lekker spelen. Oh, ik ga naar de vis kijken. Ja. Mag ik twee buskaarten doen? Ja. 11,50. Is er iets? Bent zo stil? Is het om Ger? Gaat het niet goed tussen jullie? Ger wil gewoon altijd zijn zin doordrijven. Is het toch die buurvrouw? Dat is onzin. Ga nou een keer met hem mee naar die EHBO-cursus. Ja, dat is leuk voor Priscilla, dat is leuk voor Clara. Kunnen ze gezellig met elkaar spelen. Ja, kan jij ook fijn spelen. Wat zul je nou? Met Annelies kan je dan fijn spelen. EHBO'tje, stabiele zijligging even uitproberen. Ja, ik ben gewoon jaloers. Hm? Jaloers? Schat, ik hou alleen maar van jou. Hm? Ben je toch een gek mens? Ja, ik ben misschien gek, maar ik ben niet achterlijk. Philippe stift op. Had je niet gezien, hè? Nee. Mama, mama. Ja, nou, wacht. Nee, niks. Jij wachten. Is lekker, die lippenstift. Hè? Even de stabiele zijligging, hè? Mama, mama, ik heb gedroomd. Even kijken. Oh, deze gaan we doen. Die mooie, lieve kleine. Hoe heet deze nou? Priscilla. Ja, Priscilla. Ja, dat is leuk. Daar ga je, Priscilla. Oeh, die mag nog. Die maakt een plons, hè? Oh, deze lijkt een beetje op... Mama! Oh, ja, heel maar. Kom maar, mama. Kijk. Dag, mama. Mama! Laat ze goed zwemmen. Oh, deze, die is een beetje ouder. Oh, nu
Kom zijn maar. Zijn er twee? Zo. Die lijkt op... Oma! Oma! Ja. Die heet oma. Dag, tot volgende week. Nee. Oh, deze heeft een beetje pijn aan zijn rug. Opa! Ja. Oh. Zo, dat is een lekkere. Vet, hè? Echt wel. Ik zal even mijn hengel houden. Jongens, gaan jullie ergens anders spelen? Oh, kijk, deze heeft een hele dikke buik. Kom maar met je dikke buik. Kom maar. Kom maar. Oh, dat zijn er twee. Tweeling. Oh. Ja. Papa! Papa! Ja. Oh, kan jij ook zo zwemmen, Ger? Ja! Hallo. Hey. Deze is net jouw vriendinnetje. Klaartje. Klaartje, kom maar, Klaartje. Ga ook maar zwemmen. En Klaartje heeft een heel mooi cadeautje meegenomen. Ik, Klaar? Hoor je dat? Wil je aan Priscilla geven? Heel voorzichtig. Oh. Kijk eens. Wat een groot cadeau, Priscil. Mama, oma uitpakken. Wat zou dat nou zijn? Ik zie iets roods. Oh, kijk. Kabouter. Ze is gek op kabouters. Oh. Ja, dat vertelde ik hem al. Oh, dat is Paulus de Boskabouter, hè? Zo. Even zo niet zitten. Paulus de Boskabouter. Zo. Ja, nou zeg maar dankjewel. Dankjewel. Zo. Nou, open we wat tegen de glaas. Ja. Van mijn aaien. Nee. Alsjeblieft. Ga liever maar. Hebben jullie een weekend vrij? Kom maar. Zo. Gaat opa daar. Zo. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Clara. Mag Priscilla bij je spelen? Oh. Priscilla moet oma en opa naar de bus brengen. Want die hoeft toch niet mee? Wil jij bij Clara spelen? Ja. Ja? Nee, een ander keertje. We moeten echt opschieten, anders komen we te laat. Wat nou, dat is toch gewoon leuk? Heeft ze een vriendinnetje. Wat nou? Vriendinnetje. Ja, ik hoor je wel. Maar waarom? Oh, dan kan je haar even wegbrengen. Dan kan je ook even met je vriendinnetje spelen. Is dat het? Dat kind dan gaat bij Clara spelen. Hou nou eens een keer op met dat jaloerse gedoe. Oh. Dat is gewoon ziekelijk. Vind je dat? Ik wil het er niet meer over hebben. Punt uit. Dat kind gaat daar spelen. Achterlijk. Even open, oma, een kusje. Priscil. Dag, kleine. Oma, een kusje. Ja, Priscil, ga je nou niet mee? Nee. Dag, tot de volgende keer. Ja. Dat is een dikke berg, hé. Maken jullie nog veel dikker? Gaat mama even wat dingen doen. Blijven jullie lekker spelen. Oeh, ik ga naar de vis kijken. Ja. Mag ik 2 buskaarten? Ja. 11,50. Is er iets? Bent zo stil. Is het om Ger? Gaat het niet goed tussen jullie? Ger wil gewoon altijd zijn zin doordrijven. Stop die buurvrouw? Nou, die buurvrouw is zo'n aanstellerig, zo opdringerig type. Oh, nou, ik vond nog een aardig vrouwtje. Kom je? Heb je pa weer? Dus jullie komen niet volgend weekend? Dat weten we nog zo zeker niet, schat. Pa moet toch een hekje timmeren, hè? Ja, maar ik ga de volgende week wel biljart toe, hoor. Nou, dag meid. Pa. En nog bedankt, hè. Dat gaat. Wat is er nou toch? Ik weet gewoon niet of ik het hier wel uithoud. Lieve, tuurlijk hou jij het uit met zo'n lieve man en zo'n lief kind. Oké, drijf hem naar hem toe. Oké, hier. Pak hem dan. Nee, jemig, we hadden hem bijna. Daar gaat hij. Nee, hier, pak hem. Je mag. Hé, daar komt iemand. Oh, de kabouter is in het water gevallen. Ik ga mama halen. Five to nine dB.